Zo, welkom in onze tutorial How Not to Sketch. En nu ga ik jullie de meest voorkomende fouten laten zien. En het idee is, als je dat goed in je hoofd hebt wat je niet hoeft te doen, dan gaat het automatisch veel beter om wel dingen op de goede manier aan te pakken. Ja? Nou, de eerst meest belangrijke iets is dat je tekent met je blote hand. En in je blote hand heb je geen passer en schablonen en lineaal ingebouwd. Dus je hebt bepaalde beperkingen. En het meest belangrijke is dat als je met langzame lijnen tekent. En ik probeer hier meteen met de cirkel beginnen. Dan zie je dat het niet echt een mooie, vloeiende, vlotte lijn gaat worden. Ja? Nou, in kunst vaak is het, hoort bij de romantiek van de tekening. Maar bij schetsen, wanneer je apparaten en producten wil laten zien, dan ziet het eruit alsof je product een beetje aardappelvormige oppervlak zou hebben, bijvoorbeeld. En dat is niet zo overtuigend, ja? Wat heel belangrijk is, dat dit kan je voorkomen, omdat we hebben nog steeds geen passer in onze hand. Als je lijn sneller maakt, dan eigenlijk de kleine correcties worden een beetje uitgerekt over de hele lengte van de lijn. En dan krijg je automatisch vloeiendere lijnen. Ja? Dat betekent dat bijvoorbeeld bij cirkels en ovalen, ja, hier is ook een ovaal. Als ik het langzaam probeer te tekenen, dat dit is wat ik ongeveer kan. Vaak wordt aangeraden om een lange as en een korte as te tekenen. Als je een ovaal tekent. En dan proberen de punten te mikken. En daar hebben we nog een extra probleem daarmee. Is dat je probeert nog meer dingen in de gaten te houden. En je ovaal wordt alleen maar erger. Ja? Dus bij ovaal en cirkel is de regel. Dat gaan we beginnen niet met dingen op te meten. Maar ongeveer de dynamiek is belangrijker dan de nauwkeurigheid. En dan zet je je pen neer. En ga je 2, maximaal 3 keer over een lijn heen. Ja? En hier doe ik het nog een keer bij een cirkel. Dan zie je dat dit is een veel betere cirkel dan iets wat ik langzaam wil tekenen. Ja? Nou, dit is dan de eerste voorkomende fout. Dat je lijnen hebben geen voldoende snelheid en daardoor worden ze een beetje kreukelig. Ja? Hetzelfde geldt als de rechte lijnen tekent. Ja? En dan kan je eigenlijk helemaal je best doen. Maar ga je hier een vierkante iets tekenen. Je ziet dat het veel minder overtuigend eruit ziet dan als ik het bijvoorbeeld vlotte lijnen teken. Ja? Wat nog heel belangrijk is, dat gaan we de lijnen liever verder doortrekken dan eventueel te kort maken. Ja? En als je zo 2, 3 keer over een lijn heen gaat, dan krijg je ook een mooie soort van ritme, ja. De andere probleem met de enkele lijn is dat de kleinste onnauwkeurigheid is heel erg opvallend. Als je hebt 2, 3 lijnen boven elkaar, dan heb je daar minder last van, want je ogen zien eigenlijk of voelen een beetje de perfecte gemiddelde daartussen. En als de ene lijn een beetje niet zo perfect is, ja, dan de anderen gaan het een beetje camoufleren, ja. Oké, dit zetten we nu een beetje apart. Dus terug naar schetsen. De volgende voorkomende probleem is dat we proberen te schetsen. Nou ga ik weer alles verkeerd doen wat ik kan. Dus de ene kant ga ik niet dynamische lijnen gebruiken. En ik probeer bijvoorbeeld de allerergste wat je kan. Je moet rekening houden met je gewrichten. Die kant, in die richting, kan ik heel moeilijk een mooie lijn tekenen. Ja? En mijn gewrichten maken het makkelijk om die kant wel een mooie lijn te tekenen. Dus dat is heel goed. Maar ook omdat ik enkele lijnen heb en ik begin gewoon ergens te tekenen en probeer ik iets van maar te maken, ben ik een beetje verdwaald en je ziet de verhoudingen kloppen niet. Ja, de perspectief is redelijk oké. Maar het is heel moeilijk om hier een mooie schets van maken. Ja? Daarom, we werken altijd met constructielijnen, ja, met vlotte constructielijnen. Dat betekent dat je kan je ook de papier draaien, dat het lekker uitkomt. En in plaats van dat je tekent van je pols, want ik ga laten zien als ik teken van mijn pols, dan krijg ik automatisch
een beetje kromme lijnen. Als ik voorstel dat het hier gewoon, hou ik die gevricht gewoon vast en ga ik met heel arm tekenen, dan kan ik heel mooie, redelijk rechte lijnen tekenen. Dus dit wordt eigenlijk een horizontale lijn. En dan doe ik daar een verticale lijn en dit is om ergens te beginnen. En dan draai ik het papier om en ga ik 1, 2, 3, 1, 2, 3 over de lijnen heen. Of misschien 2 is ook genoeg. En dan ga ik op die manier, zie je, dat er ontstaat een ritme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En de ritme, dat zie je door de tekening. En dan wordt de tekening daardoor veel beter. Nou, hier zie je dat ik heb wel hier een beetje probleem met de perspectief nog steeds. Dus eigenlijk kan ik hier nog een beetje corrigeren. Het zou veel korter moeten zijn. En eventueel lager. En eigenlijk, je ziet dat het is helemaal niet zo erg. Dat ik het niet in één keer goed heb getekend. En ondanks dat ik heb met een pen gewerkt. Hier zijn allerlei lijnen elkaar overheen. Nog steeds ziet er dit hele constructiechaos beter uit dan wat ik daar heb gedaan. En eigenlijk achteraf ga je altijd alles een beetje inkleuren met een marker of accentueren. En als ik hier achteraf ga accentueren de goede lijnen, dan eigenlijk is het helemaal niet storend dat ik heb daar gewoon een soort van onderzoeksconstructie daarachter gedaan. Ja? Nou, dit was de volgende onderwerp wat ik wilde bespreken. Om te werken met constructielijnen. Nou, hoe werk je met constructielijnen als je iets met ovalen of ronde vormen wil tekenen? Dan kan je ook zeggen, nou hier is de middenpunt. En dan teken ik een mooie cirkel omheen. Yep. Als je met ovalen werkt, dan heel vaak ga je cilinders tekenen bijvoorbeeld. Dan, als je weet nog van perspectief tekenen. Bij een cilinder beneden heb je altijd een dikkere en boven een dunnere. Ja? Dan raad ik altijd aan om eerst de ovalen tekenen. Dat je niet de neiging hebt om bij iets te proberen te volgen. Want dan heb je geen mooie vlotte lijn voor je ovalen. En daarna de zijkanten. En eventueel ga ik nog soms achteraf bij constructielijnen toevoegen. Dat je tekening lijkt meer op een ontwerp. Ja? Dus dat je ook heel vaak hebt met constructielijnen. Die helpen jou om de weg te vinden op een tekening. En aan de andere kant zorgen ze ervoor dat ze verhogen de illusie van nauwkeurigheid en dynamiek. Ja? Dus dit was de volgende iets wat we nog gaan behandelen. Dus je hebt eigenlijk heel simpelweg vormen waar je hebt geometrische vormen, ovaal, cirkel, vierkantjes. En er is nog een soort lijn die we gebruiken. Dus eigenlijk, wat doe je als je een vrije vorm wilt tekenen? En mijn favoriete oefening hiervoor is het tekenen van een boompje. Ja? Dus normaal zeg je, nou ik wil een boompje tekenen. Dan vraagt iemand om een boom te tekenen. Dan ga je hier beginnen. En dan komen daar, hier begint de boom. En dan komen hier takken. En dan ben je echt helemaal verdwaald. En je hebt geen idee waar je naartoe wil. Maar eigenlijk, ja, dan probeer je maar wat van maken. En het wordt een boompje, ja. Wat het wordt, ja. Als je een ontwerper bent en ben je aan het schetsen, dan pak je dat heel anders aan. Dan zeg je, hier is de grond. Hier gaat de boom staan. Dus ik heb 2 constructielijnen die mij gaan helpen om een goede boom te tekenen. En dan teken ik hier daarnaast een tweede lijn. De boom heeft nog eentje, een bepaalde dikte van de stam. En je zegt, nou die heeft bepaalde vertakkingen. En ga je eigenlijk bepaalde aangeven hoe zo'n vertakkingen zouden kunnen lopen. Ja, oké, stel je voor dit. Ja, nou ga ik dan elke lijn dan verdubbelen. En je ziet dat eigenlijk schetsen is meer construeren, tekenen. En ik ga heel simpele vlotte lijnen tekenen, ja.
En dit is een ingewikkelde vorm. Maar ja, iedereen kan zoiets doen. Ja? En op die manier krijg ik hier een mooie vormpje van een boompje. Ja? En daarnaast, volgende stap, ga ik afrondingen toevoegen. En dan zie je hoe de takken hier lopen. En dan zet ik daar ook een afronding. En ook een afronding. En je ziet dat, ja, dit is een ontwerp. En dit is een, ja, een probeersel van een tekening. Ja? En ook als je wil bijvoorbeeld bladeren of zo, dan heel vaak architecten gebruiken die, dan maken ze een soort symbolische blaadjes ergens omheen in het lucht. Iets van een beetje driehoekig. En dan heb je meteen veel meer een goede soort van illusie van een bol. Ja? Ja? Dus we hebben besproken hoe je geometrische vormen kan maken. Als je maakt iets van een vrije vorm, dan kan je het best verdelen naar simpele soort van subvormen. Dus bijvoorbeeld, ja, wat zou ik hier willen testen? Wil je bijvoorbeeld een fles tekenen? En dan met een beetje vrije vorm. Ja. Dan zeg ik, hier heb ik een fles. Daar heb ik de dop. Dan ga je hier een nek hebben. Dan ga je een beetje indeling maken. En eigenlijk, wat je kan doen is dat je gaat de ingewikkelde vorm opdelen, verdelen in simpele dingen. En eigenlijk, je kan alles tekenen als je dit kan doen. Een beetje vlot. Een rechte lijn. En een afronding daartussen. En een cirkel, ovaal, ja? Van dit kan je alles opbouwen, ja? Als je kijkt naar het boompje, is ook opgebouwd van die simpele elementen. En dit kan je altijd vlot tekenen, ja? Je kan een heel ingewikkelde lijn, heel moeilijk vlot tekenen, maar wat ik wel kan doen, dat ik zeg hier en daar loopt het, daar loopt het en daar loopt het. En daarna ga ik de afronding toevoegen, afronding. Afronding, en dan zie je dat je hebt een mooie schets van een ingewikkelde vorm. Dus stel je voor dat bijvoorbeeld dit wordt onze fles. En dan ga ik hier bijvoorbeeld op die manier verdelen in simpele vormen. Ja, yep. En wordt een beetje asymmetrisch. En dan ga ik hier afrondingen toevoegen. Ja, dus in plaats van ingewikkeld vorm creëren, ga je verdelen je product in simpele segmenten. Ja, en daar komt de nek en hier komt dan de volume van je product. Ja, een voorkomende fout is, wat ik altijd belangrijk is, dat je lijnen lekker lang doortrekt, op die manier. En dan kunnen ze elkaar kruisen en daarna kan je daar verder mee gaan. Is wanneer iemand op die manier tekent. Dus in plaats van lange lijnen, ga je als een naaimachine heen en weer, heen en weer, heen en weer. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. En dan zie je dat je lijn heeft geen dynamiek, maar een lelijke, harige structuur. Ja? Ik zeg, het is handig om lijnen 2-3 keer overheen te trekken, dat je dan niet, dan is het niet opvallend als je ergens een foutje hebt. Wat belangrijk is, dat je gaat over een lijn 2-3 keer heen. Dus wat ik nog vaak zie als fout, dat iemand tekent bijvoorbeeld een kubus. En dan gaat elke lijn 25 keer overheen, ja? Dat is dan weer niet de bedoeling, want dan heb jij eigenlijk heel lelijke, dikke, rommelige tekening, ja? Dus je gaat zeggen, nou 1, 2, 3 keer maximaal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en dan kan je corrigeren, nou het is te hoog, dan gaan we daar lager, even kijken of dat het klopt. En je draait het papier om, ja?
Dat is te lang, dan maken we een beetje korter eventueel. En achteraf, wanneer je klaar bent, daar is mijn geschikte marker. Oh, hier, ja. Nou, dan pak je een dikkere puntje en kan je even de goede lijnen accentueren, ja. En dit gaat om een beetje voor alle tekeningen, ja. En dan hier kan ik ook, wat je ook vaak doet, dat je gaat met de lijndikte spelen. En wat belangrijk is, dat met die lijn moet even vlot zijn, dan de dunne lijn daarachter, ja. Ik heb een beetje te veel marker in hier ingevuld en die legt aan de kant en daarom krijg ik meteen, als ik iets aanraak, zo'n dikkere vlekken. Dat is niet de bedoeling. Dus probeer ik razendsnel lijntjes tekenen, maar dit kan je ook verdelen in kortere stukken en dan wordt het best oké, ja. Dus dit is dan de bedoeling. En je zegt bijvoorbeeld, als het licht komt van die kant, dan kan ik deze lijn eigenlijk nog verder accentueren, zelfs met de dikke kant. Ik hoop dat het niet te veel gaat. En ja, dan heb je een soort van abstracte schaduw daarachter. Ja? Wat je niet moet doen is eigenlijk, nou, dan ga ik hier even bijvoorbeeld bij die boompje laten zien, dat je gaat lekker langzaam over je lijnen heen. Want dan heb je dezelfde tekening wat je had. En alleen de lijnen worden, de eventuele mooie vlotte lijnen, worden dan lelijk dik, maar even onzeker en kruikelig, ja? Dus bijvoorbeeld hier bij dit boompje, dat ik ook op die manier kan accenteren. Wat je ook kan, dat je accenteert alleen maar de onderkant bijvoorbeeld weer aan de rechterkant, zie je? En dit is dan ook een onderkant. En dan krijg je meteen een beetje 3D effect in de lijnen, ja? Oké, ja? Dus nog een keer samenvatting wat je niet moet doen. Langzaam enkele lijnen zonder constructielijn. Ja, dus construeren. En dan elke lijn 2-3 keer overtrekken. Ja, dat zie je ook hier. Cirkel proberen langzaam in één keer tekenen. Dat doen we niet. Iliater handen rond. En wanneer die vloeiend loopt, dan zet je de pen neer. En ontstaat vanzelf een redelijk mooie ronde cirkel. Oké, ja, hetzelfde geldt voor vierkante dingen. Wat we nog niet moeten doen is de lijnvoering, haartjes, ja, dus dit doen we niet, maar dit doen we. Oké. Er is nog een heel belangrijke ding wat je nooit moet doen, en dan ga ik even snel een kubusje tekenen om dat te laten zien. En wat je daarvoor, je moet altijd heel erg opletten. Dat wordt een wit. Ik zei dat je kan heel goed accentueren de buitenlijnen. Ja, ik ga laten zien dat je altijd alleen de buitenlijnen moet accentueren, sorry. Zo. Want het werkt op de volgende manier. De dikke lijnen die gaan op gevoel naar achteren. En daardoor krijg je een beetje 3D effect dat de dunne lijnen komen naar voren. En dan zie je dat het een kubus is, ja. Dit kan je nog beter doen. Ik kan ook bijvoorbeeld de onderkant dubbel dik maken.
En dan heb je meteen het gevoel dat de kubusje daar zit, ja? Wat ze ook nog soms doen, dan zeggen ze bijvoorbeeld lik komt van linksboven en dan gaan ze zelfs deze zijkant extra dicht maken. Oké, dat is ook nog oké. Maar wat je nooit moet doen, en het is heel voorkomende fout, dat je zegt, nou, dan ga ik ook die lijnen accentueren. En dat ga je de interne lijnen van de kubus ook accentueren. Want hier zie je eigenlijk de dikte heb je toegevoegd om contrast te creëren tussen dikke en dunne lijn. Als ik alle lijnen dikker maak, dan is het helemaal weg. En wat je achteraf krijgt is hetzelfde kubus met lelijke dikke lijnen. Ja? Dus dit doen we ook nooit.